Veel kinderen in Roemenië leven in arme omstandigheden. Vaak hebben ze geen geld om eten te kopen. Heel vaak dan komen we op huizen zoeken in de zigeunerwijken bij deze kinderen. En dan zien we ook echt kinderen die gewoon in hun huis zitten, die geen eten hebben. Die wachten zeg maar totdat papa of mama thuis komt van een dagje bedelen of van dat ze ergens werk hebben kunnen vinden. En dat ze dan eindelijk iets te eten krijgen. Bretoliv wil hier verandering in brengen door een sponsor te zoeken voor deze kinderen. De ouders van het gesponsorde kind krijgen wekelijks een voedselbon die ze bij de winkel kunnen inleveren. Wij hebben zelf 3 pakketten samengesteld. En in elk pakket zitten gezonde producten die de kinderen nodig hebben, zoals brood, melk, eieren, fruit, groenten. En die 3 pakketten, daar kunnen ze elke week, de ouders kunnen er eentje uit kiezen en daar eet het hele gezin van. Bretoliv helpt op dit moment meer dan 100 kinderen, maar de nood is groot en er staan nog veel kinderen op de wachtlijst die snel een sponsor nodig hebben. Dit is Ankutsa Mihela, een van de kinderen op onze wachtlijst. Ankutsa wordt in augustus 7 jaar en gaat dan naar de kleuterschool. Ze heeft 6 broertjes en zusjes. Haar vader heeft een hernia en kan daardoor niet werken. Help nu ook mee en sponsor Ankutsa Mihela of een van de andere kinderen op de wachtlijst. Want voor maar 20 euro per maand laat u een van deze kinderen weer lachen.